De Dependance van het toekomstig Kunstmuseum in Almere moet een tweede huiskamer worden voor jong en oud. Dat zegt kwartiermaker Denise de Boer. Volgens haar kunnen Flevolanders daar tijdens en na de Floriade Expo in 2022 genieten van allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Woensdag werd duidelijk dat de Dependance een drijvend kunstzinnig paviljoen op het Floriade-terrein wordt. U heeft straks uh, op dat Floriade-terrein en straks ook in die nieuwe Hortus-woonwijk een centraal plein. Uh, dat is echt de plek waar iedereen straks samen gaat komen. Daar is ook die mooie opvallende Tore 2, uh, Toren 2-toren uh, um, uh, gevestigd. zo'n dus een, uh, een appartementencomplex. En, en aan dat plein uh, is straks ons kunstpaviljoen ook gesitueerd. Dus, uh, dus u komt samen op dat plein en u, u ziet eigenlijk direct op dat water ziet u dan, uh, dat kunstpavioen verschijnen. Het ontwerp van het paviljoen komt van een Rotterdams architectenbureau. Het paviljoen wordt een rond gebouw en bestaat uit twee expositieruimtes. In de eerste zaal worden onder meer workshops en bijeenkomsten gehouden, in de tweede expositieruimte worden vooral kunstwerken getoond. Het kunstpaviljoen wordt minimaal vijf jaar in gebruik genomen. We gaan goed uitpakken tijdens de Floriade, zodat we uh, de mensen die daar toch al komen uh, uh, enthousiast gaan maken voor, uh, voor het kunstmuseum en voor die dependansen. Uh, zodat ze hopelijk ook vaker terug gaan komen, want dat willen we natuurlijk. Hè. Die tweede huiskamer, die willen we heel graag zijn. Uh, zodat mensen zien van, oh dit is leuk, dit is bijzonder, hier kom ik graag terug. Uh, zodat ze na de Floriade ons ook weer weten te vinden. Dus uh, u zult ongeveer hetzelfde gaan meemaken en, en ervaren uh, tijdens de Floriade als, als die jaren daarna. Het kunstpaviljoen dient als een voorproefje van het toekomstige museum. Zo wordt er geëxperimenteerd met allerlei exposities die later op een grootschalig niveau in het permanente kunstmuseum worden gehouden. De Boer hoopt tijdens en na de Floriade zoveel mogelijk bezoekers uit Flevoland te mogen ontvangen. Ze is vooral geïnteresseerd in hun reacties. We vinden het straks heel erg belangrijk ook om van hun weer terug te krijgen. Uh, wat vond je ervan? Uh, was je blij? Uh, werd je er vrolijk van? Uh, wat kunnen we beter doen? mist je iets? Dus we gaan ook heel veel ophalen. Heel veel ophalen bij de mensen die langskomen. Je kunt het dus ook zien als een, uh, het, het, ja, het toetsen van een prototype eigenlijk. Dus we gaan nu verschillende activiteiten organiseren en we gaan gewoon kijken van hoe reageert men daarop. He, vindt, is, dit, is dit echt afgestemd op de behoeften van de Flevolanders? Want dat vinden we heel belangrijk. Voor de realisatie van het nieuwe kunstmuseum is veel geld nodig. De gemeente Almere heeft 13 miljoen euro van het Fonds Verstedelijking Almere gereserveerd voor de realisatie ervan. Ook de provincie en het Rijk dragen bij aan het museum. Hoeveel geld het in totaal gaat kosten is nog niet duidelijk.